JCI Suriname organiseert dit weekend empowerment sessies voor jongeren. Nadja Marijten, assigned vice-president of Suriname, is speciaal hiervoor op bezoek in ons land. Naast deze sessies wil zij ook kennis maken met de diversiteit aan culturen in Suriname. Verder wil de JCI VP ook meer kennis opdoen van de leefomstandigheden binnen onze samenleving. Echter zal zij een groot deel van haar verblijf in Suriname besteden aan het JCI-werk. De top JCI-vrouw vertelt dat de sessies die morgen van start gaan toegankelijk zijn voor zowel JCI-leden als andere belangstellenden. Dus het idee van een vice-president die op bezoek komt naar een land is sessies te hebben om een beetje meer te vertellen wat in JCI gebeurt internationaal. En ook de ervaringen die ik over de laatste ongeveer 10 jaar nu in mijn carrière in JCI heb ook aan de jongere leden terug te geven. In een van de sessies praten wij over impact, dus wat JCI-leden kunnen doen voor Suriname, voor Paramaribo, voor hunzelf, voor hun vrienden, buren. En een andere sessie is meer uit te leggen wat JCI alles doet en wat het voor iemand zelf ook kan betekenen lid van JCI te zijn. Mario Vermeer, Local President 2019, vertelt dat JCI Suriname veel lering trekt uit deze bezoeken. Derhalve krijgt de organisatie ook de mogelijkheid haar goede kanten te laten zien. Vermeer zegt dat de JCI op lokaal gebied vorderingen blijft boeken. Het gaat goed met JCI Suriname. Als alles goed zit, hebben we in september een nieuwe local organisatie erbij. Dat wordt JCI Kamerwijnen. Jongeren geven zich nog steeds op om lid te worden van deze organisatie. Maar dat kan altijd nog meer. Want we willen natuurlijk meer local chapters hebben in onze samenleving. Want we hebben nu 6, we krijgen nu een 7e erbij straks. Maar we willen echt best ook een land zijn met 20 local chapters. Suriname is op de goede weg, als ik het zo mag zeggen. We hebben een aantal projecten gehad de afgelopen maanden van de verschillende chapters. Dus de empowering is er, de impact is er. Maar we kunnen natuurlijk, er kan beter gedaan worden, zeggen wij altijd. Want we hebben meer mensen nodig om eigenlijk het hoofddoel te kunnen bereiken. En dat is jonge leiders creëren om zodoende een verandering te brengen in hun leefgemeenschappen. Mario Vermeer, JCI Local President 2019. Hij roept alle jongeren tussen de 18 en 40 op zich aan te sluiten bij JCI Suriname. De empowerment sessies worden morgen en zaterdag gehouden in de districten Paramaribo, Wanica en Kamerwijnen.